vermits dat mijn persoonlijke carbon footprint een groot deel bepaald wordt door hetgeen wat ik eet. Dat is bijna 20%. En van die 20% is het grootste deel bepaald door de hoeveelheid vlees dat ik eet. Probeer ik minder vlees te eten. Dus ik probeer er niet helemaal van af te stappen, want ik vind vlees wel best lekker. Maar dus ik eet vlees 2 à 3 keer per week. Nu, het is niet moeilijk om dat te doen. Het is gemakkelijk, het is lekker. Ik zorg er gewoon voor dat ik zoveel mogelijk in huis altijd noten heb, zaden, tofu en korn. Als ik het in huis heb en groenten en lekkere kruiden, dan is het heel gemakkelijk om gewoon ecologisch te koken. Zonder vlees. Leef Milieu Brussel. Alle beetjes helpen, want we zijn met 1 miljoen Brusselaars.